is het om in een oorlog te leven? Wat eet je? Hoe kom je de dag door? Dat soort vragen stelden Nederlandse kinderen aan kinderen in Syrië. Daar is het al 2 jaar oorlog. De vragen van de kinderen zijn vanavond te zien in een tv-show waarbij er geld wordt ingezameld voor Syrië. Hoe lang denk je nog dat je in het vluchtelingenkamp zou wonen? Hi Iris. Kinderen van basisschool De Avonturijn zitten in Vlaardingen en de Syrische kinderen wonen in een vluchtelingenkamp in Turkije. Een afstand van duizenden kilometers, maar via een tablet kunnen ze toch met elkaar praten. Op welke momenten voel jij je niet veilig in het vluchtelingenkamp? En het is al jaren niet fijn om in Syrië te leven. Er wordt flink gevochten tussen voor- en tegenstanders van president Assad. Al 70.000 mensen zijn door het geweld omgekomen. En veel Syriërs zijn daarom gevlucht naar buurlanden als Jordanië, Libanon en Turkije. De mensen die zijn gevlucht hebben vaak grote problemen. Waarom ben je naar een vluchtelingenkamp gevlucht? De vragen en de antwoorden zijn vanavond te zien in een tv-uitzending die helemaal over Syrië gaat. De bedoeling is om zoveel mogelijk geld op te halen. Met het geld wordt eten en drinken, kleding en medicijnen gekocht voor de Syrische vluchtelingen. En de tv-uitzending voor Syrië is vanavond te zien om 8:15 op Nederland 2.